nadien is er wel heel veel belangstelling gekomen. Meestal is dat zo, als een groep gesplit is of niet meer gaat optreden, dat er dan ineens een hele hype ontstaat. En zo was dat met de kliniek eigenlijk ook wel. Want we zijn dan heel lang gestopt. In 90 zijn we gestopt om in 2003 terug te beginnen, dus 13 jaar later. Dus, en dan was er enorm veel belangstelling. Maar ja, ondertussen, iedereen, de kliniek heeft wel een hele goede naam, binnen en buitenland. Dus ja. We hebben nooit in Brussel opgetreden. Eenmaal, denk ik, ja, in de hal van Schaarbeek. Ja. Eenmaal. Nee, dat was eigenlijk was ook een taalprobleem. Hè? Want ik herinner me nog heel goed, de allereerste keren dat we met die mensen van Front of Fortou contact hadden, die spraken ook geen Nederlands. Hè? Wij spraken geen Frans, dus dat was niet evident. Hè?